Het vuur van de graafschap wordt aangewakkerd door de Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven. Ik vind dat we echt een uitstekende wedstrijd hebben gespeeld. Dat we tijdens een tegenslag hadden, dat we even ons plan kwijt waren. Dat we dan even druk in het hoofd zijn. Maar als we dat ook weer terug hebben, ja, dat we echt heel goed gespeeld hebben. En ik denk ook een kans of tussen de 6 en de 10 wel gehad hebben. En dat waren echt goede kansen volgens mij. En we hadden niet zoveel problemen. En ja, hoe de ballen dan invliegen. Hè? Op een gegeven moment, het is 35e minuut, we spelen erg goed. En in één keer ligt hij er gewoon in. Hè? En dat mag niet gebeuren. Dus ja, dat is jammer. Nou ja, dan pakt Heerde de panel en dan zien we dat we het plan even kwijt zijn. Nou, en dat is zonde. Want dat zijn net de momentjes, dan moet je ook even echt. In tegenslag moet je juist heel rustig blijven. Hè? Maar ik heb wel genoten van mijn boys. Hoe extra pijnlijk is het dan inderdaad? Want je speelt een goede wedstrijd, hebt recht op een puntje, misschien zelfs wel meer. Ja, en dan gewoon 3-1 onderuit. Nee, we moeten gewoon winnen. Laten we gewoon op bepaalde momenten zeggen, je kan hem verliezen. Maar het grootste gedeelte van de wedstrijd, praten over 75 minuten, moeten wij gewoon die pot winnen. Dat is ook wat de mensen van Fortuna net tegen me zeggen. Ja, jullie moeten hem winnen. Maar klaar, je hebt er niks aan. Maar hier worden we hard van. En van hard worden kan je ook beter worden. Want ik heb wel iets gezien waar we verder mee kunnen. Hè? Waar zit het dan in dat toch die laatste fase, net die bal voor, dat eigenlijk iedere bal dan verkeerd valt bij de enorme hoeveelheid kansen? En jij bedoelt met de kansen van ons, hè? Ja, met jullie kansen. Ja, nou ja, op een gegeven moment gaat hij bepalen en net wat gehaast schieten. Misschien in vermoeidheid, hè, van Leroy of Woese. Ja, we hebben echt kansjes gehad en dat is misschien dan net even in de vermoeidheid dat dan de laatste kwaliteit weg is om die bal binnen te schieten. Maar dat zal ook nog wel weer komen. Die ballen gaan we ook wel binnen schieten. Het systeem, ik denk dat je daar wel tevreden over bent, daar blijf je aan vasthouden, denk ik zo. Hè? Met ja, 3 man, met de backs dan gevaarlijk, 5 man eigenlijk, 5-3, wat is het? Nou, het is meer 3-5, hè, als je gekeken hebt ook. Hè. We hebben constant hoog druk gezet. Hè. Dus dit is totaal niet verdedigend voetbal, het is juist aanvallend voetbal, maar eigenlijk wel met meer zekerheid erin. Ja, en dat deden we goed, alleen op bepaalde momenten is dan ja, nee, net niet nog. Hè. En dat is zonde, maar het stond gewoon goed. Balverlies, balbezit. Daar ga je mee verder, denk ik, hè, op deze manier. Formatie bedoel ik. Ja, het kan een keer zijn dat we gaan veranderen. Misschien in de winterstop of een keer de situatie bij een tegenstander dat je moet veranderen. Hè. Dat zou kunnen. Maar ik moet niet van de hak op de tak gaan. Want dan zeggen die jongens ook, ja, trainer is in de war. Nou, dat ben ik niet. We leven gewoon in de realiteit. Ondanks een goede wedstrijd weer met lege handen. Dat is extra frustrerend, denk ik. Oh, maar wij gaan de komende tijd ook wel weer wedstrijden winnen. Misschien volgende week wel, dat zien we wel. Hè. Excelsior deed ook goed. Ja, maar als je normaal kijkt, in zo'n winnen staat er gewoon 10 uit 10. Daar staan we gewoon hartstikke goed ervoor. Dan sta je op rechtstreeks de handhaving. Dus zo moeilijk moet je niet denken. Ik kijk gewoon van week tot week. Ik heb een goede wedstrijd gezien. Hier kunnen we verder mee. Hier kunnen we verder mee dan die overwinning op Willem II, zou ik maar zeggen. Die punten zijn wel mooi, maar dat was tegen 9 man, was tegen 10 man. Dit was gewoon eredivisie voetbal. Toch kan ik me voorstellen dat er wat druk op volgende week komt, gezien het programma natuurlijk. Hè? Want daarna krijg je de topploegen, PSV, Ajax komen dan, AZ, Utrecht. Je hebt een redelijk zwaar programma. Ja, maar dat weet ik. Maar ja, dan hadden we niet naar de Eredivisie moeten gaan. Dan hadden we moeten zeggen, Almere, gaan jullie lekker omhoog. En dan blijven wij mooi in de Jupiler League, of in de keukendivisie. Dat hebben we niet gedaan, dan moeten we nu ook niet zeuren. Daar moeten we heen, daar moeten we ook van genieten. Ik moet wel zeggen, ik vind Ajax PSV wel aardig hoor. Ja, en die rest ook, maar die doen het wel vrij goed, moet ik zeggen.